duo's in het firmament in de jaren 70. Swinging on a Star van Spooky en Sue. We zijn er allemaal wel een beetje groot mee geworden. En dat is wel eens leuk, dat groot mee worden. Dat hoor je met van alles groot worden. Trouwens, dat doe je ook met de Kennedy Mars. En die Kennedy Mars die wordt dit jaar weer volledig gelopen. In het kader van, ja goed, er is geen corona meer. Tenminste, tussen haakjes. Kan je weer gaan starten op zaterdagavond, 10 uur. Dan word je weggeschoten in Helmond. Nee, in Zomeres moet ik zeggen. En dan wandel je via om 8 uur. 8 uur. Ja, wacht even. Ik heb twee gasten, dat is wel leuk. De ene is Albert van Dam en de andere is Charles van Waasburg. Je zegt 8 uur. Waarom om 8 uur eigenlijk, Albert? 8 uur begint het in zomer, hè? Ja. En van daaruit wordt dan de 60 kilometer wordt dan gelopen. Dus, 80 toch? 80 kilometer, ja, binnen 20 uur. Ja. Dus, binnen 20 uur? Ja, dat is de bedoeling. 80 kilometer, 6 kilometer per uur. Nou, dan heb je 48 uur nodig. Ja goed, dat is de bedoeling, dat ze binnen 20 uur winnen zijn. Dus. Ja, dan moet je wel... Maar... Ik ben zelf geen wandelaar, maar nee. Wij zijn natuurlijk van de Rijpelberg Live organisatie. Ja. En, de reden dat we hier natuurlijk zitten is natuurlijk om Rijpelberg Live ook te promoten. En Rijpelberg Live is natuurlijk ontstaan in het kader van Kennedy Mars. Dat hij in 2018 voor het eerst door Helmond kwam, sinds jaren. En toen hebben we als organisatie gedacht van, nou, dan moeten we eens iets gaan organiseren. Om Rijpelberg Live hebben we dan genoemd. Maar goed, Rijpelberg Live. In feite, en dan weten een hoop mensen niet, maar ja, dat is wel een wijk, een van de groene wijken natuurlijk ook. En daar is het plan gevat om een feest te gaan organiseren op Rijpelberg. Dat hebben we voor het eerst gedaan in 2018, daarna in 2019. En twee jaar door de corona heeft stilgelegen. En nu voor het eerst weer gaan we weer een feestje organiseren. Ja. En met hoeveel man doen jullie dat? Hoeveel personen? We zijn met een klein clubje die de voorbereiding hebben gedaan. Sponsoren gezocht, dat soort dingen allemaal, van ongeveer 5 personen. En daarnaast natuurlijk morgenavond natuurlijk. Er zijn een heleboel vrijwilligers vanuit Rijpelberg. Sowieso voor de consumptie natuurlijk. Kaartverkoop. Ja, want we moeten natuurlijk muntjes verkopen om de consumptie te kunnen betalen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook, wat Charles verantwoordelijk is, de EHBO-post voor de wandelaars. Want natuurlijk door de Rijpelberg komen die wandelaars vanuit de Kennedy Mars. En die hebben ook ondersteuning nodig en eventueel medische hulp. En daarvoor is dus de EHBO-post ingericht, ook bij die locatie. Zodat we die wandelaars die voorbij komen kunnen motiveren en stimuleren en eventueel wat kunnen repareren. Ook. Ja, dat is wel leuk, hè, Charles van der Waasburg. Want heb je hem zelf ooit meegelopen, de Kennedy Mars? Nee, gelukkig niet. Want die medische posten zijn uiteraard ook niet voor niks. Die zitten met name eigenlijk voor het blarenprikken. En voor alles wat in principe toch medisch bepaald is. Ja. Wij hebben eigenlijk ervoor gekozen om de synergie tussen alle die twee evenementen te zoeken. En daarom juist gelijktijdig met die Kennedy Mars ook dat feest te starten. Dat heeft voor beide geeft dat een kick. Hè? Al die wandelaars die daar binnenkomen, die muziek horen. En ja, daar echt vrolijk van worden. Bij ons gefeteerd worden namens Joek van fris drank en fruit en op kikkertjes. Om in ieder geval verder te kunnen. Ze hebben dan in principe al 32 kilometer gelopen. Dus dat is al een heel stuk. Dat heeft ook zijn consequenties eigenlijk voor ons. Want ons feestje duurt maar helaas tot 1 uur. Want daarvoor hebben wij vergunning gekregen. De laatste wandelaars die worden verwacht eigenlijk tussen 3:15 en 3:30. S'morgens. Maar mag je zo lang dan wel blijven zitten eigenlijk, Charles? Wij hebben twee stands eigenlijk. Wij scheiden in principe eigenlijk de Joek-stands en het feestterrein. Mm-hmm. Dus die zijn eigenlijk al door het Frieslandpad van elkaar gescheiden. En dat maakt eigenlijk dat geen probleem hoeft te zijn. Nee. Nee, maar het is wel lastig, Albert. Want als ik dan hoor dat je maar tot 1 uur vergunning hebt. Eigenlijk terwijl het een hele nacht toch een beetje feest kan zijn. Totdat die wandelaars eigenlijk vertrokken zijn. Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk de vergunning tot 1 uur om een feestje te maken. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat iedereen dan gelijk naar huis toe gaat. Want natuurlijk, je kan gewoon aan de kant van de weg natuurlijk nog steeds die wandelaars aanmoedigen. Om hun te motiveren natuurlijk. Alleen het geluid, ja, dat moet natuurlijk een stuk omlaag na 1 uur. En dat heeft natuurlijk met de overlast te maken. Want dat is natuurlijk wel midden in de wijk natuurlijk ook. Ja. En de mensen willen toch op tijd ook wel geslapen natuurlijk. En we willen natuurlijk ook dat volgend jaar eventueel een feestje kunnen geven. Zonder dat er te veel klachten zijn. Dat snap ik. Maar die wandelaars, want het zijn niet 10 wandelaars die meedoen. Het zijn er duizenden. Ja. Die zullen ongetwijfeld toch 's nachts toch ook wel met elkaar praten en een beetje luidruchtig zijn. Dus echt slapen doe je niet als buurtgenoten, denk ik. Nou, oké.
Het is niet zo, vooral op dat late moment, dan zullen mensen toch meer met zichzelf even bezig zijn om te 3:15 s'avonds of s'nachts, in plaats van volop te staan lopen zingen. Maar goed, dat is gewoon, ja, dat is als je natuurlijk in zomer om 8:00 start. Ja, dat kom je op 3:15. Kan zijn natuurlijk dat je om 3:15 de bezemwagen tegenkomt in Helmond. Want dat is wel leuk eigenlijk, Charles. Want hoeveel blaren hebben jullie bijvoorbeeld in 2018 en 2019 geprikt? Heb je dat een beetje bijgehouden? Nee, helaas, de aantal blaren, dat zou ik bij de EHBO moeten vragen. Dat is overigens EHBO Helmond die dat ook weer doet. Hè. Dus dat is ook weer een vrijwillig, of vragen ze daar dan? Ik denk dat het vrijwillig is, ja. Ze zullen best gefaciliteerd worden in een aantal zaken, maar niet met geld. Nee, maar is dat niet het ergste, dat er toch weer vrijwillig iets werk wordt gevraagd, hè, om die avond erbij te zijn? Want je hebt toch wel een aantal vrijwilligers nodig, want dat moet je toch wel met een heleboel mensen doen. Dat prikken. Ja. Dat prikken op zich. En vergeet niet dat wij op die stands, we hebben dus dit jaar 3 stands, daar hebben wij ook 10 man vrijwilligers staan, die in principe dus die wandelaars van drank en spijzen voorziet. Ja. Dus met name fruit en suikers, om ze ook weer op te bouwen. Want dat is ook belangrijk. En een goed praatje, vergeet dat niet. Hebben sommige mensen dat nodig? Ze hebben echt dat praatje nodig en die hebben echt even die rust nodig. Dat hart onder die riem om dan weer verder te kunnen. Je hebt dan een heel programma eigenlijk, Albert, hè? Ja. Die zet je op. Ik wil het zo meteen eventjes over dat programma hebben, maar hoe lang ben je dan daarmee bezig om te zorgen dat je het programma compleet hebt? Het begint natuurlijk met budget. Dat moet je als eerste rond hebben, voordat je überhaupt de contracten kan aangaan met artiesten en alles. En natuurlijk dit jaar was het heel moeilijk, omdat natuurlijk, voor ons was het in april van oké, gaan we het doen of gaan we het niet doen, hè? Want toen was de corona-regels waren versoepeld. En dan ga je dus op zoek naar artiesten. Ja, die blijken dus al een hele volle agenda te hebben, want iedereen wil op dit moment, en vooral dit weekend zo'n beetje, wilde ze een feestje geven. Ja. Dus het was best wel moeilijk om artiesten te vinden. En gelukkig hebben we dan toch een aantal gevonden die wilden komen. Maar goed, die vragen ook geld. En daar hadden we natuurlijk weer de sponsoren voor nodig. En gelukkig hebben we op tijd nog sponsoren kunnen vinden, zodat alle contracten ook konden aangaan. En dat we eigenlijk begin juni eigenlijk konden zeggen van oké, we gaan nu echt concreet gaan we ervoor en we gaan aan de bak. Zometeen gaan we toch eens eventjes hebben over die avond, hoe dat je erin zit en hoe nog verder. Eerst maar naar Helen Shapiro. Funny, but it's true. What loneliness. Hey, whoop-a, oh yeah, yeah. All my blues have blown away. Whoop-a, oh yeah, yeah. I'm bringing you love so true. Cause that's what I owe to you. Walking back to happiness. Het is wel de bedoeling dat je dat zaterdagavond doet, hè? Vanaf 8:00, zoals we het hoorden zojuist van Albert van Dam. Wandelen voor de Kennedy Mars, 80 kilometer, maar dat geeft niet. Dan kun je ook op zondag nog eventjes het kleine rondje Kennedy Mars wandelen. Of de minimars die hebben betrokken. Ik zei het al, Charles van der Waalsenburg en Albert van Dam te gast hier rond Rijpelberg Live. Albert, we hadden het juist over het programma. Hoe ziet het programma zaterdagavond eigenlijk uit en hoe laat beginnen we? Ja, nou, we beginnen om 8:00 met DJ Yuri. Dat is een jonge gast die net begonnen is als DJ. Dus die wil ook een kans geven, veel als aankomend talent. En om 8:30 krijgen we dus een coverband Empty Field vanuit Deurne. Even wachten, Albert, want ik heb jou niet onder de knop. Okay. Dat vind ik een beetje helemaal vreemd eigenlijk, als het ware. Want je zou er wel moeten zitten. Deze moet ik toch hebben, jongens. Ja. Nee, deze. Deze. Oh, sorry. Zie je wel. Albert, ik ga je nog een keer. Doe het nog een keer. Ja, oké. Nou, het programma is om 8:00 begint het met DJ Yuri. Zijn aankomend talent. En die willen we even een kans geven. En om 8:30 begint dan de coverband Empty Field. Vanuit Deurne zijn die. En die spelen alle genres. Spelen die Nederlandstalig, maar ook de Golden Earring en dat soort, soort muziek. Daarnaast om 11:00 DJ Ricardo Moreno. Ook vanuit de Rijpelberg een bewoner. Wel bekend, want die heeft al in Mexico en alles gespeeld. Dus hij speelt die avond ook in zomeren nog bij Q Music Party. En dan komt hij daarna naar ons toe. En dan hebben we natuurlijk de feestartiest Arjon Oosterom. Wel bekend van de top 40, de Nederlandse top 40. En om 1:00 ongeveer eindigt het feestje dan. Maar het feestje is, want dan heb je, dat is voor de grote mensen. Charles, zou je dan de speeltuin niet opengooien voor de kinderen? Nou, het is goed dat jij dat zegt. Want natuurlijk hebben wij ook in de speeltuin een partner gevonden die bereid was om de speeltuin tot 12:00 open te houden. Dus ook aan de kinderen is gedacht. Er zijn van allerhande festiviteiten. Er is bijvoorbeeld
Raskaart, zoals de speeltuin dat zelf noemt. Die is verkrijgbaar voor een kleine prijs, waarin kinderen dus gewoon krasjes kunnen laten zetten en daarvoor drank, popcorn en whatever kunnen verkrijgen. En hebben de hele avond eigenlijk, laat ik het anders zeggen, de ouders hebben de hele avond geen kind aan ze, laten we dat zo zeggen, en kunnen dus zich volledig in het feestgedruis storten. Ja. Ja. Merk je nou dat het ook leeft in de Rijpelberg, heren? Leeft dit nou in de Rijpelberg? Merk je dat? Nou, wij zien in principe in die samenwerking wel dat er iets begint te leven, ja, opnieuw. Zeker na corona, want corona heeft natuurlijk best heel veel deuren gesloten. En dat maakt het gewoon heel lastig om ook weer elkaar te vinden. Mm-hmm. En wij zien in dit feest nadrukkelijk echt van, het wordt spontaan eigenlijk aangedragen. En ja, dan is dat denk ik helemaal goed. Zoals je wellicht weet, zijn wij ook lid van de wijkraad, beide. Zowel Albert als ik. En ja, als wijkraad juichen wij dit gewoon toe. Wij willen gewoon dat er meer samenwerking in die wijk tot stand kan komen. Dat de wijk een beetje tot leven komt. Ja. Ja, toch. En ook de wijk Rijpelberg. Hè, want natuurlijk, we zijn de groene wijk natuurlijk. Maar goed, als je niet oppast, dan wordt misschien wel een achterstandswijk. En daar is de gemeente nu ook gelukkig druk mee bezig om dat te gaan voorkomen. Hè, want, maar goed, het is wel belangrijk dat Rijpelberg ook aan gaat grijpen. Anders gaat natuurlijk alle aandacht naar Stiphout, Milohout, Brandevoort. En ja, daar is het ook belangrijk dat we de Rijpelberg op de kaart zetten als een gezellige groene wijk. Maar is het niet belangrijk voor de gemeente Helmond om dat eigenlijk te doen? Te zorgen dat jullie op de kaart worden gezet of dat wij als Helmond dit op de kaart zetten? Dat klopt. Maar goed, we krijgen ook een financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Dat is natuurlijk wel belangrijk om dat te benoemen. Dat we daar ook vandaan een subsidie krijgen. Want zonder dat geld zouden we dus helemaal niet kunnen doen. En, maar ook belangrijk is natuurlijk dat de wijkontwikkelingsplannen die nu op de kaart staan. Ja, daar wordt Rijpelberg ook bij betrokken. En belangrijk is misschien wel te vermelden dat er de multifunctionele accommodatie in de toekomst gaat komen. Er is al geld voor gereserveerd. En dat betekent ook dat de wijk een nieuwe impuls gaat krijgen. En dat er waarschijnlijk ook nieuwe woningen gaan komen in de Rijpelberg. En goed. Dan gaan we de Rijpelberg weer op de kaart zetten. En natuurlijk ook benoemenswaardig is natuurlijk. De Rijk Rijpelberg is nu een starterswoningenwijk aan het worden. Hè? Want de koopprijs is nog steeds lager dan in de rest van Helmond. En dat betekent ook dat er meer jonge gezinnen nu gaan ontstaan in de wijk Rijpelberg. Terwijl dat 5 jaar geleden nog helemaal niet van toepassing was in feite. Hadden we niet gedacht. Maar door die ontwikkeling van de koophuizen worden nu een hoop jonge mensen kopen nu een starterswoning in de wijk Rijpelberg. Ja, wel leuk als straks die multifunctionele accommodatie, dat er die dan is. Dat je dan wat meer plek hebt om zoiets, zo'n evenement als de Rijpelberg Live te organiseren. Ja, dat klopt. En we doen het nu nog aan de Wederhof. Ja, een mooie locatie natuurlijk. Maar het is ook afhankelijk natuurlijk van de Kennedy-mars. Want als volgend jaar de Kennedy-mars een andere route gaat nemen, dan is het voor ons afwachten van of we überhaupt nog wel een feestje kunnen organiseren. Maar goed, dan gaan we een ander thema verzinnen. En we willen dit wel elk jaar gaan doen. Een beetje terugkerend geheel eigenlijk, als het ware. Ja. De straten waar de wandelaars erheen lopen, worden die afgesloten tijdens... De weg door de Rijpel wordt afgesloten, de borden staan er ook. En ze lopen merendeel over de fietspaden natuurlijk, over de rode fietspaden. Dus dat is allemaal veilig ook. Maar goed, er zijn bepaalde kruisingen waar men rekening moet houden dat die avond ook wandelaars zijn. Maar goed, er zijn ook weer vrijwilligers. Verkeersregelaars die het allemaal in goede banen gaan leiden natuurlijk. Dus de hele wijk wordt ingezet eigenlijk, Charles? Ja. Er is nog een specifieke organisatie die ik daarin wil benoemen. Is namelijk de Sleutel. Die ook elke keer bij ons feestje eigenlijk de support geeft die wij nodig hebben. De Sleutel die ligt direct aan het Wederhof. En die kan ondersteund in principe door toegankelijkheid. Zo zal de EHBO-post van Joek, dus de Kennedy-Maars, die zal in de Sleutel zijn. Dus daar zit de EHBO om in ieder geval die mensen op te vangen die niet verder kunnen. Die een fysiek probleem hebben. En daar even kijken van wat daar gaande is. Ja. Dus het breidt zich een beetje als een olievlek uit. Het heeft wel zijn tijd nodig. Maar we zien steeds meer organisaties die daarbij aansluiten. Wat ik nou zo leuk vind, heren. We hebben vorige week de wandeling tegen kanker gehad. Hier rondom het kasteel. Zou het niet wat zijn om over 2 jaar... Hé, misschien dat Joek zegt over 2 jaar van jongens, we gaan niet meer door Helmond pakken een andere route. Dat we eens een mooie grote ronde door Helmond wandelen in beweging tegen kanker. Dat iedere wijk zich een beetje kan profileren.
Dat zou zeker een goed idee zijn, maar ik wil wel even benoemen dat de Keider die mars van dit jaar ook al wandelen tegen kanker is. Dat mensen zich daar ook kunnen voor inschrijven. Groepsgewijs of sponsoren kunnen vinden om geld te zamelen voor de kankerbestrijding. En dus het onderdeel wandelen van kanker. Dat is sowieso een onderdeel. Maar misschien is het wel een goed plan om dat eventueel. Maar goed, dat is dus weer een gemeentelijk iets. Hè? Want dan moeten alle wijken moeten natuurlijk eens bij elkaar komen. Maar dan heb je toch de wijkraden. Die steken de koppen bij elkaar. Jongens, we zijn het eens klaar. Ja, maar het is ook wijkraden zijn vrijwilligers. En we merken ook wel in de praktijk nu dat ja, ook de vrijwilligers voor de wijkraden dat die aan het minderen zijn. En mensen zijn nu eerst bezig om hun eigen toko weer op gang te krijgen. Wat jij nu doet is natuurlijk vooruitkijken, dat is helemaal goed. Maar het is wel een goed plan misschien, in plaats van een rondje alleen maar rond het kasteel, dat we een rondje Helmond doen en dat is 40 kilometer. Ja. En dat we dan in plaats van op de fiets, dat we dan dat wandelen gaan doen. Misschien dus is het maar wel. Is wel een goed plan eigenlijk. Ja, nog een vrijwilliger vinden die het wil organiseren. Ja, maar dat komt ook wel weer. Charles, als je gaat kijken, hebben jullie genoeg vrijwilligers om de posten te bemannen? We hebben voldoende vrijwilligers om de posten. Zoals ik al zei, we hebben er 10. Die is allemaal vrijwillig in ieder geval die joekpost gaan bemannen. Weet dat die er ongeveer om 10 uur zijn. Dan moeten ze de post nog ophouden, 10 uur 's avonds. En dat ze vermoedelijk zo rond 3:30 vannacht, als we geluk hebben, naar huis mogen. Ja. Hoe laat gaan jullie naar huis en naar bed? Ik denk niet. Nee, want we zitten natuurlijk ook met de opbouwen. Morgen begint de opbouwen natuurlijk. Hè. Gelukkig is het mooi weer. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi meegenomen. Ook voor de wandelaars is het hartstikke mooi weer. Want het is 25 graden. S'avonds koelt het af naar een graad of 17. Dus dat is ideaal wandelweer ook. Het blijft droog. Maar goed, voor ons betekent wel morgen opbouwen. En na het feestje natuurlijk moet er afgebroken worden. En gelukkig hebben we daar ook vrijwilligers voor, die ook zondagmorgen nog paraat staan om de spullen weer op te ruimen vanuit op de Wederhof. En dat is zo'n beetje het feestje bij elkaar. Ja. Mensen meer willen weten, opbouwen. Is er een website? Ja, je kan op Facebook Rijpelberg Live. En daar kunnen mensen gewoon het programma zien, kunnen zich ook nog aanmelden natuurlijk. De deelactie is al afgelopen, daar hebben we de winnaar voor het VIP-arrangement. We hebben natuurlijk de sponsoren, hebben ook een speciaal VIP-arrangement aangeboden. Dus als er nog sponsoren zijn voor volgend jaar, die kunnen zich ook aanmelden natuurlijk. Daardoor kunnen we ook de prijs laag houden. Dat wil ik wel benoemenswaardig, hè, want normaal de prijs, je leest al, Heineken gaat de prijs omhoog gooien naar €3,50. Bij ons is een muntje €2,50. En dan heb je dus een consumptie voor, maar we hebben ook een frietkar staan. En een postje friet met mayonaise kost ook maar €2,50. Dus wat dat betreft kunnen we de prijs ook laag houden dankzij de subsidies en de sponsoren. Dus de inwendige mens kan zich laten verrijken, vermaken, inderdaad. Ja. En de speeltuin natuurlijk. Ja. Heren, dankjewel voor jullie komst. Heel veel succes. Zijn er nog dingen die we eigenlijk moeten vertellen? Nou, misschien is het wel belangrijk om even aan te geven dat er niks aan geldmiddelen eigenlijk blijft hangen. Alle middelen die wij eigenlijk krijgen en ook uit de consumpties en dergelijke kunnen behalen, die zullen wij terugsteken in het evenement. Dus er is niet iemand die daar ook maar enig financieel voordeel bij wil hebben. Maar daar denkt toch niemand over na eigenlijk, Charles? Dat is toch gewoon automatisch? Nou ja, goed. In het verleden is wel eens gekeken dat het zeggen, niet zo is. Dus ik weet dat het in ieder geval bij Rijpelberg Live zo is. Heist. Ja, ja. Heel belangrijk. Nou, succes heren morgen trouwens. En hoe laat komt Arjen Oostrom? Arjen Oostrom die komt rond 12:15. In de nachtelijke uren? Ja. In de nachtelijke uren. En misschien komt hij dan wel met deze single trouwens, De Pure Verleiding. Want dat is ook wel belangrijk, toch? Dat is het morgen ook, hè? Pure Verleiding. Ja? Is het dat een beetje puur? Ik denk puur? Het wel, hè. Ja? Ja, je weet maar nooit eigenlijk hoe dat het is. Toch, even kijken, want dat is deze. Pure Verleiding, Arjen Oostrom. Heel veel succes, komend weekend. Heel erg bedankt. Een warme zon.